cobra, dat betekende een vrijheidsschreeuw. Een verzet tegen de grauwe nevels van de Koude Oorlog. De ontketening van nieuwe scheppingsdrift. Een opstand tegen de politieke en culturele restauratie. Cobra bracht de werkelijke bevrijding. Cobra, dat was Constant Nieuwenhuis met zijn doodvonnis over de oude formalistische cultuur. Het was Luciber met zijn ontmaskering van de levenloze esthetica, waarmee zoveel als kind waren opgegroeid. Schoonheid, schoonheid heeft haar gezicht verbrand. Cobra was voor de meesten Karel Appel, een gewone volksjongen, die explosies verwekte van een ongekende creativiteit. Destijds, 40 jaar geleden, de oprichting van Cobra als een hele belangrijke gebeurtenis gevoeld. Een persoonlijke betekenis? Cobra iets voor jou persoonlijk betekent? In die tijd wel, ja. Toen we het oprichten waren we enorm enthousiast. Omdat we nu eindelijk die maatschappij die eigenlijk sliep wakker te schudden. Dat was het eigenlijk. Dat was die opstand in me waar het me enorm enthousiasme gaf om dat te doen. En 1947, il est venu à Bruxelles. Il a eu beaucoup de drôles d'idées, sans lesquelles Cobra n'aurait pas été Cobra et sans lesquelles beaucoup d'artistes ne seraient pas ce qu'ils sont, sans lesquelles l'art ne serait pas ce qu'il est. C'était une drôle d'idée parce que, en général, les Danois ne viennent pas à Bruxelles. Mais Jörn est venu, son arrivée était le point de départ, le départ d'une immense aventure qui est toujours vivante aujourd'hui. De modificatie, het veranderen van een bestaand schilderij, was een van de vroege en geliefde technieken van Cobra. De beweging die kort na de Laatste Wereldoorlog zo'n vernieuwende rol speelde in de moderne schilderkunst. Het legendarische voorbeeld van modificatie uit de allereerste Cobra-jaren is de spontane bewerking van een schilderij van de Deense schilder Mortensen. Dat geschiedde in 1949 door de toen nog jeugdige Nederlandse Cobra-schilders Appel, Constant en Corneille. In het afgelegen huis van de Deense kunstenaar Erik Nuholm in Jutland. In de tweede helft van de vorige eeuw was Luciebert een van de vernieuwers binnen de Nederlandse cultuur. Door hem veranderde onze kijk op de poëzie voorgoed. Har nået en grænse. Man mener ligefrem, at maleriets kunst er ved at slutte. Men det tror jeg nu altså, at maleriets kunst vil slutte.
fordi der vil stadig opstå nye malere, som gør sig gældende. Stadig nye malere, som bliver kendte. Og det er jo det, som et museum som Luciana vil bygge på, at disse nye kommer frem og viser, hvad de har præsteret inden for det at male med farve og male ud af fantasien.